De evaluaties die wij als gemeenteraadsleden kregen waren positiever dan de dingen die wij uh, hoorden en ook uiteindelijk in het nieuws zagen. He, denk aan uh, iemand die overreden wordt met een F-truck, met zijn voet wordt overreden, uh, iemand die van de trap afvalt, uh, een, een jongen die zijn oor kapot geslagen wordt met een bierflesje. Dat soort incidenten zijn allemaal in een korte periode de afgelopen jaren gebeurd. En dat gebeurt ook allemaal centraal. Dus wij vinden juist. Je moet die groep aanspreken, je moet die groep aanpakken... en dat moet je met z'n allen doen. De jeugdhonken waren echt een fantastische, fantastische oplossing tijdens coronatijd. Uh, ze zijn, uh, er is wel een rasja geweest helaas op de jeugdhonken... wat ik heel erg spijtig vind. Dat was de enige plek waar de jeugd elkaar nog kon zien in hun levende lijven. Jij ja, noemt dat razzia. Ja, dat zeker. Was ja, ja handhaven in. Ik, ik vond het verschrikkelijk. Ik vond ook dat uh, die avondklok, dat, 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 dat draaide helemaal door. Al die boa's die op pad zijn gestuurd... mogen wat ons betreft weer vertrekken. Eerlijk gezegd schrik ik daar enorm van. Ik vind dat eigenlijk uh, complete waanzin. Al, ik, heb, ik heb net een aantal voorbeelden genoemd. die in korte tijd zijn gebeurd. in de jeugd en in, in het gebied uh, daaromheen. Uh, dat vraagt om, uh, om, om toezicht en om handhaving. Want alleen met toezicht en handhaving kun je dat voorkomen. Uh, ik zat zelf uh, in mijn hoofd te denken aan een Amerikaans systeem. Maar dan in plaats van three strikes you're out en uh, two strikes you're out. Of nou, wat is dat dan? Wat dat... Uh, uh, als er twee, twee incidenten gebeuren, zoals met die heftruc... of zoals met die jongen die van de trap viel. Maar als dat zegt... twee incidenten in twee jaar tijd gebeuren... of met een flesje op je... Als je dan weet... Want... Als je het echt met de jeugd bent, dan weet je ook precies wie het zijn. Maar wie, wie groep... zijn er dan ja. oud? Ja? Wat? Wie is er dan oud? De, de bar, de groep van de bar? We moeten helaas concluderen. En dat zeggen we ook in ons verkiezingsprogramma: het beleid heeft jammer genoeg, eigenlijk gefaald.